bruh. Nee, haal het weg. Het ziet er zo voor uit. Nee, ik denk dat we hem zo meteen beneden moeten halen. We hebben smeerkaas, cottage cheese. Dat was het. Nou, we hebben helemaal niks in huis. We kunnen wel wat in elkaar flatsen. Maar we eten nu crackers, want we hebben dus geen brood meer. En ik dacht eerst van, zal ik pannenkoekjes maken, maar we hebben dus ook geen eieren meer. En ik heb ook geen kwark meer. Oh, dat had ik ook. Maar ik heb geen granola. Dus ik eet nu een cracker met chocopasta. Ik heb cottage cheese. En smeerkaas. Dus smeerkaas sambal. Die gebruiken we meestal. Vrouwen die zwanger zijn, gaan dat is heel lekker. Vrouwen die zwanger zijn, gaan hier goed op. Maar we eten dit nu even snel op, want we willen met Lumi eventjes naar het park. Het is nu nog echt heel mooi weer. Ik doe op mijn smeerkaas, cottage cheese. En dan ga ik jullie laten zien. Ja, dat ga ik jullie laten zien. Kijk, zo heel goor ziet het eruit. Maar het is heel lekker. Ik ben normaal echt niet van dit ontbijt, maar beter iets dan niets. Normaal zit het tussendoortje. Dus ik heb hem nu extra goed belegd en ik heb nog bananen. Dus ik wil het meenemen. Zo leuk dat er nog sneeuw ligt. Lumi! Het pad is mooi wit, maar daaromheen ligt gewoon groen gras. Wel echt super leuk dat we nu nog wat van de sneeuw hebben gezien. Of nou ja, sneeuw. Van wat er ligt. Ik heb die crackers even heel snel opgegeten. Maar zoals jullie weten ben ik dus eigenlijk totaal niet normaliter van crackers voor ontbijt. Maar kijk, als je gewoon niks anders in huis hebt, dan heb je natuurlijk geen andere optie. Dus ja, ik probeerde zo'n verrijkt mogelijke cracker te maken door dubbel beleg. Mocht jij een keertje crackers voor ontbijt eten of zo, echt no worries. Maar waarom ik het normaal niet doe, is omdat ik op die manier veel minder calorieën binnenkrijg. Dus minder behoefte voor mijn lichaam. En een verkoren boterham, die geeft je lichaam veel meer, net zoals granola door de yoghurt. Alleen dat zijn dingen die heb ik ineens helemaal niet in huis. Ik heb echt de afgelopen... Ik denk 4 weken. Geen boodschappen meer gedaan. We zijn echt alles aan het opmaken. En daarnaast heb ik ook de afgelopen tijd wat eten opgestuurd gekregen. Waardoor ik er ook niet aan hoefde te denken. Dus we leefden eigenlijk de afgelopen weken best wel in luxe. Wat heel chill was. Maar ja, op dit soort momenten wanneer je dus zelf weer moet doen. Heb je niks in huis. Ik heb dit gevoel zo erg gemist. Vroeger gingen we eigenlijk altijd skiën. Maar ik zeg vroeger, omdat we hebben dat nu al denk ik 6, 7 jaar niet meer gedaan. En dat mis ik zo erg. Ik wil gewoon zo graag weer snowboarden. Ik hoopte eigenlijk dat Jer en ik dit jaar nog gingen snowboarden. We zitten alleen nu te bedenken van ja, wat gaan we dan met Lumi doen? Want we willen haar dan wel heel graag meenemen. Zij gaat het sowieso echt super vet vinden. Zij is een sneeuwhond, dus ze gaat er heel erg van genieten. Je kan haar niet altijd meenemen, zeg maar. We hebben wel heel veel filmpjes gezien dat honden wel meegaan skiën en zo. Dat ze het super lekker vinden. Maar het is niet verstandig, zeg maar, om dat te doen. Kijk, stel je woont daar, is een ander verhaal. Maar wie weet, verzinnen we er wel iets op. Lum, lig je lekker? Nou, wat Lum het lekkerste vindt aan de sneeuw is het opeten ervan. Heel de kop zit onder. Nou, ze is wel echt aan het genieten. Smerig. Huh? Niet op mijn sok. Nee. Lekker koud. Ja, kom maar. Goed zo. Omdraaien. Nee, je moet nog. Ah, oh, nee, dit is al. Lumi, je werd bijna. Pak. Van achteren. Door een hond. En Jur, die probeert hem eraf te krijgen, want de baas die geeft niet echt in en Lumi bijt ook niet van zich af, helaas. Dus Jur die trok aan die hond. Kijk, heel veel mensen geven hun honden brokken. Brokken is niet zo echt, maar slechte brokken. Gewoon al het heinvoedsel. Ja, dan gaat je hond gewoon heel veel stinken. Dus Jur's handschoen, die roken echt naar vieze Labrador. Ja. Hij heeft gewoon die handschoen gelijk weggegooid. Zo'n gore geur is dat.
niet nat worden. Kom maar. Ik vind het lekker. Hij is zielig dan. Oh. Is dat voor jou, Luc? Oh, ik zit onder de haren. Oh, dit is niet voor jou. Jammer, Luc, dit is niet voor jou. Is dit? Dit is wel grappig. Het is een reep. Sure, je moet die vakjes open doen. Hoe vier jij jouw successen als je een persoonlijk doel... Hoe vier ik mijn successen als ik een persoonlijk doel heb bereikt? Ja. Ik krijg een box van jou. Wat zit je mij van die bank af te duwen? Maar er zit dus een spel in. Oh, hier ga jij zo blij mee zijn. Wacht, nee! Welke reep neem jij? Volgens mij neem jij echt de lekkerste reep. Peanut butter. Dit lijkt heel erg op wat ik ook nog heb gemaakt. De balletjes. Ik krijg altijd pakketjes opgestuurd. Maar Jurgen is dat degene die weer uitpakt. Zandloper. Nou, meer. Oh! Gewoon heel pakket. Oh, sorry, lekker. Ik heb je blij gemaakt met een dooimus. Jij krijgt eigenlijk ook een pakketje opgestuurd. Heb jij sportdoelen dit jaar? Ja. Op welke manier ga jij om met obstakels of tegenslagen bij het nastreven van je sportieve doelen? Wat is jouw favoriete workout muziek die je altijd motiveert? Ja, mijn happy playlist. Ja, hoe moet ik dat noemen? Ik voel dat heet. Deze jij graag tijdens of na het sporten? Dadelballetjes. Hoe denk jij dat we de wereld beter kunnen achterlaten voor toekomstige generaties? Sorry. Ga eerlijk zijn. Die vraag is aan mij. Jij komt hier met extreme dingen. Ja, we kunnen beter de aarde laten ontploffen. Want er is van de generatie toch al niets meer over. Even serieus. Ze vragen wat is 1 plus 1, zeggen ze 7. Raak je het ook gelijk op? Oké, ik denk dat beslagmix wel goed is. Ik heb het heel even laten staan, want het was een beetje dun. Oh, is het nu te dik of... Het ziet er in ieder geval heel goor uit. Dus ik bespaar jullie de details. Oké. Ik ga het niet laten zien. Het ziet er zo goor uit. God. Ik heb appelschijfjes. Zometeen als ik een beslag in de pan doe, doe ik die appelstukjes erbij. Maar ik heb iets nieuws. Iets heel leuks nieuws. Ik heb namelijk producten gekregen van het Kookpunt. Dat is een winkel hier in Rotterdam. Die is echt bizar groot. En ze hebben daar serieus alle kookspullen die je maar kan bedenken, hebben ze daar. En ook in de kwaliteit. En ja, gewoon echt gewoon hele mooie producten. Ik heb een pan gekregen van Fisher. Oh, deze is ook lekker zwaar. Maar echt een geweldige pan. Oké, maar je hebt dus normaal altijd dat spul hierin zitten. Joe, heet het ook weer? Tefal. En zij noemde nog een aantal dingen. Ja. En dat krijgen we uiteindelijk gewoon in ons eten. Omdat we altijd lekker zitten vroeten in die pannen. En ik heb dat al wel eens bij andere mensen gezien. En ik was altijd zo dood dat dat in mijn eten kwam. Maar ja, dat kan je gewoon bijna niet vermijden als je alleen maar dat soort pannen gebruikt. Dus ik heb er nu eentje gekregen van ander materiaal. Dit is een keramiek alternatief. Ze waren hier mega enthousiast over. Even kijken. Keramieken staat ergens in het Nederlands. Oh ja, speciaal voor bakken op hoge en lage temperaturen. Keramische coating op waterbasis. Vrij van PFAS, PTFE. Uitstekende anti-aanbak eigenschappen. Eenvoudig schoon te maken, schoonmaken met de hand aanbevolen. Dit is een koekenpan van gerecycled aluminium. Zo, aluminium met anti-aanbaklaag. Maar goed, ik ga hem vandaag voor het eerst uitproberen. En ze zei, ik hoef niet eens heel veel boter te gebruiken, toch? Nee, nee. En daarnaast mag ik deze mixer uitproberen om te kijken wat ik hiervan vind. Ik heb dus elke keer dat als ik soepen maak, dat ik hem uiteindelijk in mijn blender doe. En dat werkt niet, want dan zit ik heel de tijd zo alles te verplaatsen en ik wil het gewoon in de pan gelijk kunnen doen. Deze is van Bamix en die ga ik dus ook binnenkort even uitproberen. Oké, ik heb de pan schoongemaakt en ik ben echt heel erg benieuwd hoe deze gaat reageren op de pannenkoekjes. Want ik heb gewoon heel veel pannen die het echt niet goed doen. Ze blijven allemaal plakken. Of het blijft aan elkaar vastplakken, waardoor het uiteindelijk helemaal uit elkaar valt als ik het wil omflippen. Of ik moet echt loeiveel boter gebruiken en dat wil ik gewoon niet, want dat is niet nodig als je gewoon een goede pan hebt. Heel klein beetje boter. Oh, het is te dun. Wat
doe er gewoon een scoop bij hoor. Het was net te dik, omdat ik hem heel lang had laten staan. Dus ik dacht, ik doe er een beetje water bij. Maar nu is hij weer te dun. Ja, much better. Oké, ik lig ook gewoon een beetje aan het beslag hoor. Dit is echt... Eigenlijk ook helemaal niet hoe ik normaal beslag maak. Normaal doe ik altijd lekker een eitje bij. En doe ik hem eigenlijk alleen maar op havermoutbasis. Gebruik eigenlijk nooit die proteïne pancake mix. Ga ik zo'n goede pan gebruiken, maak ik slecht beslag. Maar ik heb helemaal geen rook of zo. Bij mijn andere pan heb ik nu al echt dat er knetterveel rook altijd vanaf komt. Het is nog nat, maar hij glijdt nu al door de pan. Het kan allemaal niet, hè? Dan zit hij gewoon nu nog helemaal vastgeplakt. Bruh. Hij is nog helemaal niet gaar aan deze kant en ik kan hem al gewoon flippen. Dit is trouwens ook echt aan vervanging toe. Ik wil niet meer met dat plastic werken. Goedkoop plastic. Oh, zo vertraag ik het. Ik moet het echt weg doen. Het fruit al een potje leeg. Dit ziet er oprecht echt heel goed uit. Chocopasta op. I don't care. Ik wil het wel gewoon weer. Welke middel of ingrediënt? Hou nou op met die stomme vragen. Ik ben naar hun aan het praten. Dat je niet genoeg aandacht krijgt. Welk voedingsmiddel of ingrediënt beschouw jij als een mooi middeltje dat niet genoeg aandacht krijgt? Echt alsof hij elke keer een scheet laat hierboven. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pannenkoeken. Ik had nooit verwacht dat ik er zoveel zou maken. Maar ik heb er gewoon weer lekker chocopasta overheen gedaan. I don't care of ik dat vanmorgen ook al op heb. Ik wil het nu gewoon weer. En ik heb dus bananen bij, poedersuiker en een beetje, welke hadden we nu? Salted caramel. Gewoon één dikke vissa op mijn bord. Als ik proteïne pancake mix gebruik, wordt het zo droog. Daarom doe ik er al havermout bij en ik doe echt veel meer vocht erbij. Maar jij deed het met gewoon meel en zo, hè, de vorige keer. Het is lekker. Maar mijn eigen pannenkoekjes, die kan ik gewoon zo droog eten en dan vind ik het nog lekker. En dit niet. Weet je wat ik gewoon helemaal vergeet? Mijn gembershot. En nog wel mijn laatste gembershot.
Ik heb hier nu, denk ik... Ik heb hier nu iets langer dan een week mee gedaan. Want we vonden hem best wel sterk. Dus ik deed het glaasje niet helemaal vol. Oh, het zijn er nog twee. Tjur! Gember shot! Ja, die is intens. Nou, ook nog één voor Jur. Maar ik heb er dus iets langer dan een week mee gedaan. Omdat ik 2 dagen was vergeten. Ja. Vraag me niet hoe, maar ik was helemaal vergeten dat ik nog gember shots had. En ik wilde ze zelfs alweer gaan maken, want ik wilde gaan halen op de markt. Maar ik had nog. Maar dit vind jij leuk om te doen, Jur? Nee, maar ik doe dit om te levelen. Oh, oké. Okay. Alsjeblieft. Dank je. Ik ga even mijn vorige video editen. Ik heb aankomende zondag mijn event met Water Drop. Ik werd gisteravond ineens zo zenuwachtig gewoon. Ja, ah, weet ik veel dat als je de auto uitspringt dat je dan damage krijgt. Okay. Maar we gaan dus plyometrisch trainen in de winkel. En ik moet dus een beetje rekening houden met de ruimte. Maar heel misschien dat ik de training een klein beetje moet aanpassen. Sowieso heb ik hem aangepast op dat het echt een beginnerstraining is. Normaal heb ik ook eigenlijk altijd een opstapje. Waarop ik heel veel oefeningen altijd doe. Want plyometrisch trainen is heel veel springen. Maar ik gebruik daarbij wel vaak een gewicht die ik op de grond leg. Dat ik dan daarop ga tikken, zeg maar. Dus dat heb ik ook niet. Ik heb ook geen matten. Dus ik moet ook echt helemaal zelf improviseren wat we gaan doen. En ik wil het ook niet te moeilijk maken. En het moet aangepast zijn op muziek. Mijn favoriete playlist die ik altijd gebruik. Nog even nadenken hoe ik het praktisch ga houden in die winkel. Want we hebben niet veel ruimte en ik wil niet dat mensen elkaar in hun gezicht slappen. En ik ga hem zo meteen even oefenen in huis. Gisteren heb ik niet getraind. Eergisteren leg day gehad. Dus eigenlijk vandaag wilde ik bovenlichaam doen. Maar als ik zo meteen volop plyometrisch trainen ga doen. En ook echt een paar keer opnieuw. Weet ik niet of ik nog upper body ga trainen. Maar dat zie ik wel. Maar ik moet nu snel even editen. Deze peach tea is ook zo lekker van Water Drop. Ik laat Luna het uit. Ik doe mijn muts niet meer af. Ik had het zo koud buiten. Maar goed, ik ga nu even mijn training opschrijven. En dan ga ik hem even uitvoeren. Tussendoor moet ik ook nog even snel naar Albert Heijn. Eten fixen. Ik heb niks in huis. Of nou ja, ik heb wel dingen in huis. Maar ik kan daar niks mee compleet maken. Ik heb bonen. Ik heb... Nee, de melk is op. Sperziebonen. Ik heb blauwbessen. Pasta. Lijnzaad. We zijn nu even snel naar Albert Heijn om te kijken wat we willen. Ik heb nog geen idee wat ik wil. Jij dus wel. Nee. Jij zei net dat je buiten wist wat je wilde. Ja, voor mooi voor. Voor nu. Serieus, Jurgen. Hij ziet een afprijzing. Goeie pizza. 25%. Vind je dat waar? Dus totaal 50% op 11,50. Want die andere is ook 25%. Oh, nou. Wil je dat doen? Wil je pizzaatje klappen? Ik vind pizza wel lekker. Wil je dan barbecue chicken? Wil je tonijn? Tonijn. Nee, ik wil tonijn. Neem jij pesto? Nou. Pizzaatje lekker. Zo. Dit was serieus het snelste ooit voor ons. Oh, normaal... Fiji. Nee. Nee, we hebben eindelijk een keer besloten in 2 minuten. Dat hebben we normaal nooit. En ik heb daar die gele kratjes. Daar mocht je ook wat van pakken. Oh, oké. Okay. Ja? Ja. Mag ik gewoon pakken wat ik ik ga mijn best doen. €9 mag ik wel iets meer hoor. Rond 12 euro. Ja, maar ik zal... Ja. Ja? Oké. Okay. Of niet, of die. Zo... Oeh. Ja, ik doe deze. Deze. Hier, die overblijven zijn maar 10,50 cent.
Ja, dus lekker. Jurgen heeft het weer zover gekregen dat we overblijven krijgen. Ja, wat vind jij lekker? Het is alleen zoveel keuzes. We mogen echt heel veel meenemen. Oh, ze hebben ook appeltaart van die. Oh. Ik wil heel graag voor jullie filmen wat ik allemaal ging pakken, maar heel mijn handen zitten vol. Ik kan er niks meer bij, maar ik moet ook nog melk hebben, hoor. Melk. Nou, dit hebben we allemaal voor de overblijvers en dit zelf. Maar we hebben echt heel veel. Dit is meer dan 9 euro allemaal bij elkaar. En we gaan er maar 3 euro voor betalen. Pizza. Dus dit kan er al in? Dus ik heb volle yoghurt. Ja, het klopt. Het klopt. Ja, klopt. Ja, deze vloer in huis. Al het brood doen we lekker in de vriezer. Ik wilde het eigenlijk als verrassing aan jullie laten zien, maar ik had even niet door dat ik eigenlijk me al de hele dag op het aardig heb staan en jullie hem eigenlijk op heel veel fragmenten al hebben kunnen zien. Maar ik heb een ijsmachine! Ik ben hier echt zo onwijs blij mee. Vorige week liep ik door de Bijenkorf en toen zag ik hem ineens staan en ik zei tegen Jur, die moet ik hebben. Want afgelopen zomer kon ik er niet aan komen, want hij was door de hype ineens overal meteen uitverkocht. En nu zag ik hem dus ineens staan en toen zei Jur van, maar we zijn nu voor andere dingen in de stad, dit is echt een mega impuls. Zo'n spontane aankoop waar je eigenlijk eventjes over na moet denken. Dus ik baalde best wel dat ik hem uiteindelijk niet had meegenomen. Want er waren er maar 3. En ik wist hoe dan ook dat hij snel uitverkocht zou zijn. En een paar dagen later kwam Jure ineens met een groot cadeau. Ik heb gisteravond al 2 ijsjes gemaakt. Je moet dus minimaal 24 uur van tevoren alle ingrediënten die je erin wil hebben al hebben ingevroren. En dan chopt hij hem dus tot ijs. We wilden dus proteïne-ijsjes maken omdat mensen daar helemaal hyped over waren. Dus ik heb vanillewevertje gedaan met de naam vanillekwark. Ik zet het even hier in het beeld wat ik allemaal in heb gedaan. En voor mezelf had ik online bij een meisje een blueberry muffin cake of zoiets recept gevonden. Wat ik daarvan in huis had, heb ik dus allemaal bij elkaar. Oeh, ze zijn al klaar. Shit, ik moest eigenlijk nog opdraaien. Nog 1 minuut. Waar was ik nou? Dan weet ik het niet meer. Maar ik heb er dus heel fruit in gedaan. En dan kreeg ik dus in mijn DM op Insta superveel tips. Maar dan bleek dus zo te zijn dat ze eigenlijk het liefst hebben dat je ook de banaan al blendt en zo. Voordat je het hierin laat blenden. Want oké, hij is zo groot dat ik hem voor jou maar gewoon even op een houten plankje heb gedaan. Zo, de jouw is lekker. Ik koos welke ik wilde, maar uiteindelijk deel ik gewoon. Je hebt dus bij de Appie vaak van die restaurants van de Albert Heijn zelf. Of nou ja, vaak. Daar komt eigenlijk helemaal niet vaak voor volgens mij. We hebben dus vaak happy hour voor de pizza's. En wij nemen dan altijd of de tonijn of de mozzarella pizza. En dan hebben ze zuur deze bodems. Zo lekker. Few moments later. Oké, ik heb net mijn training hierachter in de woonkamer staan oefenen, maar ik ben het helemaal vergeten te filmen. Oh, ik heb best wel erg gestampt volgens mij. Ik moest echt de hele tijd heel hoog springen. En kwam best wel hard neer. Maar goed, ik heb mijn training. Ik heb het ook echt gelijk bloedje heet. Wat is er? Ben je naar bed? Wat ben je braaf. Kijk, we hebben nog geen gordijn zoals jullie weten. Dus Jordi heeft even bedacht om beddengoed gewoon over het raam te doen. Wat is er nou? Heb je niet genoeg aandacht gehad vandaag? Jullie zien meer lume in mijn vlog dan Jur. I love you! Ik vind het wel een geniale oplossing. Want nu heb ik gewoon elke keer niet dat in de ochtend buurman hier aan de overkant maar elke keer gelijk kan zien. Ja, ik weet niet wie er woont of wat er woont. Ik zie altijd alleen maar een kaal kopje. Maar ik was dus van de week aan het filmen. En hij zat de hele tijd naar binnen te kijken. En ik snap dat het is natuurlijk helemaal raar dat iemand zichzelf aan het filmen is in huis. Maar ik vind het vooral raar dat die man blijft staren naar mij als ik hem ook aankijk. Ik weet niet, ik vind het ergens gewoon een beetje creepy. Terwijl ik vind het heel leuk dat we geen gordijnen hebben in het huis. Dat je gewoon echt
volop heel die ramen zie. Voor de rest heeft iedereen aan de overkant alleen maar gordijnen. Dus ja, ik weet niet. Jullie zullen wel allemaal verschillende gedachten erbij hebben van... Of plaats gewoon gordijnen of zei ik niet of ik voor wat. Maar ik wil gewoon geen gordijnen in mijn woonkamer. En ook niet van die doorzichtige. Vind ik niet leuk. En die wil ik trouwens wel in de slaapkamer. Hier kan je toch helemaal niks mee schatten. Het is toch veel te hard. Vertellen dat dit apparaat hier doorheen knalt. Ja. Is het mesje haalt het niet eens. Jawel. Ja, hij moet aan. Nou, dan staat hij nu toch. Geloof mij, ik denk dat we hem zo meteen beneden moeten halen. Dat we gewoon naar beneden moeten lopen en dat hij gewoon door de ramen heen gaat. Zo, dat hij naar beneden trilt. Maar ik volg je weet dat je na 12 uur ook niet meer mag boren, 10 uur. Hoeveel herrie maakt hij eigenlijk? Ja, dat gaat helemaal natuurlijk. Ik bedoel, het is kei ijs. Druk maar op ice cream, ik ben bang. Er staat toch een max, mis? Het staat er toch? Max! Dan? Ik heb mensen er minder in zien doen. Oh, hij gaat naar beneden. Wauw, ja, dat duurt even voordat hij er komt. Nou. Het is gewoon teringherrie zonder dat hij iets doet. Dus maar, we gaan er niet. Aan. Ice cream. Max! Enjoy. Oreo remix. Ja, doe dan een hele en niet zo vies afgekloven. Oreo remix. Dit is gewoon poeder, gap. Heb je het niet gemist, Sis? Jawel! Nou, wat vind je er zelf van? Het is poeder. Poeder. Ruimeltjes moet je erin doen. Als ik kijk naar jouw structuur, denk ik dat je er een beetje melk aan hebt. Dit is mijn lijstje, weet je nog? Nou, dat is jouw huisje. Dit is lang niet slecht. Mag ik ook proeven? Lekker, hè? Ja? Lijkt naar Ben & Jerry. Laten we niet overdrijven, hè? Dan moeten we nog wat suiker toevoegen. Nou, ik ga net. Tussen. Zie je, ik had hem net iets te vol gedaan. Ja, ja, ja. Ja, ik proef echt blueberry muffin of zo. Ik hou ervan. Ga je geen koek doen? Jawel, maar moet ik eerst een paar happen uitnemen. In plaats van dus mijn bulk shake die ik bijna elke avond neem, heb ik nu dus bijna allezelfde ingrediënten hier nu in. Maar op een hele andere manier. Ik vind mijn ijsje echt lekker. Hij is echt goed gelukt. Maar ik ga wel echt andere smaken proberen. Want ik vind deze eerlijk gezegd voor ijs, deze ingrediënten vind ik wel echt heel heftig.